Goedemorgen vanuit Tilburg, waar hard wordt gewerkt om de stad klaar te maken voor een nieuwe dag. Het onderhoud van Tilburg wordt gedaan door de Diamantgroep, een sociale werkinstelling voor mensen met een beperking. Dit sociale werk dreigt te verdwijnen door de invoering van de participatiewet. Een wet die zegt dat deze mensen voor normale bedrijven moeten gaan werken. Maar over wie gaat het eigenlijk? In de Diamantjes volgen we de ploeg van Willem. We zien ze tijdens hun werk en gaan met ze mee naar huis. Kom maar mee dan, hè? Om een beter beeld te krijgen van wie ze zijn en wat ze bezighoudt. Wie zijn toch die mensen in die oranje jassen? Was het liefde op het eerste gezicht? Zonder meer. Dat was de eerste dag al. Hey. Ja. En waar ben je opgevallen? Op haar. Toch wel op hoe jij doet. En natuurlijk, Ilonka heeft een beperking. Dat weten we alle twee. Maar het leuke is dat ze daar heel veel mee kan en heel veel mee kan doen. Ik heb haar weer leren fietsen. Ze kan nu zelf boodschappen halen, al die dingen meer. En dat vind ik mooi. En ja, zij wordt er alleen maar groter van en ik loop alleen maar meer te genieten. En ik hoef steeds minder te doen. Want dat is het in feite. Maar zo simpel is het. Want op het moment dat jij kunt eten koken, hoef ik het niet meer te doen. Nee, dat klopt. Op het moment dat jij kunt wassen of kunt afwassen, hoef ik het niet meer te doen. Nee, dat is waar. Is het ook uit praktische overwegingen? Dat wij wat hebben met elkaar? Nee, want dan zou zij, als wij niet wat zouden hebben, en ze zou alleen staan, zou ze niet alleen en zelfstandig kunnen wonen. Dat gaat niet worden. Ik denk als je... Als Jules niet in mijn leven was gekomen, dat ik hier niet had gezeten meer. Toch? Ja, dat weet ik niet. Nee. Dan had ik ergens anders gezeten. Ook in het huis. Dan had ik alleen maar een kamertje gehad en... meer niet. Daarom ben ik blij dat ik Jules heb ontmoet. Hij is gewoon iemand die gewoon mijn, mag ik zeggen dat je mijn leven hebt gered? Ja, dat mag wel. Ja, maar het is ook zo. En dat maakt jou zo bijzonder voor mij. Te laat. Hoezo te laat? Ja, te laat. Het is precies 8 uur, ik weet niet. Je voelt vol aan het. Nou, heb ik het gedaan. Ilonka heeft leuke plannen voor vanavond. Ze gaat samen met Jos naar de Roze Maandag. Een bijzondere avond op de Tilburgse kermis. Ja, dat is echt mooi, echt. Roze Maandag. Dat strafstieten en zo die er allemaal rondlopen, dat is echt... Schitterend. Dat is echt, echt schitterend, ja. Dat is echt geweldig. Daar staat ik nog versteld van, hè, bij de rondloop. Op de Roze Maandag. Maar ze zijn wel mooi. Jawel. De een nog op hoger hakken dan een andere. Ja, dat klopt.
En dan denk de bouwwerker, nou is dat een man, half vrouw. Maar jongen, dat is niet af en toe uit, hè? Goedemorgen. We gaan vandaag het Rozenplein weer afmaken. Moeten we nog schoffelen, moeten we nog harken. Een hoge haagje moeten we knippen. We kunnen aan de gang, denk ik. Er zit niks anders op, hè? Genoeg te doen dus, op deze tropisch warme dag. Ondanks de hitte gaat Jan vandaag met de zware heggenschaar aan de slag. Ja, dat is niet echt nodig, hulp. Omdat Jan hier nog weinig ervaring mee heeft, kijkt Willem over zijn schouder mee. We gaan deze prunes knippen. En die moeten dus op 60 centimeter, dus ongeveer kniehoogte van mij. Dus ja, net bij jou iets boven mijn knie. Begin maar vast mee starten. En dan blijf ik er even bij wat. Zo. Hij moet zo. Ik zal heel even een klein stukje voor doen. Prachtig. En dan hou jij. Hoor je nou goed? Oh ja. Wil jij het blijven horen? Ja. Woordkappen moet ook wel op. Het ligt er wel aan witte mout, hè? Draaien. Nee. Nou, belangrijkste aan het heenknippen is gewoon dat dus de zaak vlak is en recht. Jan moet erop letten dat hij dus zijn machine recht houdt. Hij heeft nog weinig of geen gevoel van het horizontale houden van de machine. En dus Jan die denkt, scheier eruit, laat Maries het maar doen. Ik kan daar veel beter, ik ga wat plukken. Ik zie aan jouw ogen dat het dus echt helemaal fout loopt. We kunnen best, ja. Ik word op mijn vingers gekeken. Te veel op mijn vingers. Jan die wordt zenuwachtig. Die wordt zenuwachtig van de machine, denk ik. En hij wordt dus zenuwachtig van het... Ik ben constant met hem bezig, eigenlijk. En dat kan Jan niet altijd compleet hebben. Dus... Okay. Ik ga plukken. Oké, okay. Dan zal ik het zelf maar afmaken. Laat me gaan. Laat me gaan. Als je iemand af wil zeiken. Want ze zijn... zijn probleem, niet het mijne, want ik schrijf ermee uit en ik ben weg. Hij kan iemand zo de grond intrappen. Ik was heel even in staat om een brommer te pakken en naar huis te gaan. Maar ik ga even mijn collega's helpen, want die zitten op met de smachten. Houden. We er eigenlijk niet in thuis, het plukken we gewoon tussenuit. En dan kan dat wat wij weer uitgetrokken, kan weer mooi egaal dichtgroeien met de beplanting die er al in staat. En dan krijg jij op een gegeven moment een mooie groene overdeklaag. Dus waar weinig onkruid onderin kan groeien. Want dan kan de zon niet bij. Ja, dat is een complete halve boom. Dus, deze moest er ook uit, hè? Ja. Anders kon de kabouter terug. Die moest eruit, ja.
Ik heb een hele rivier achter op mijn rug. Ja, dat geloof ik best. Toen op zo naar beneden. Ik wil nog altijd. Even wat drinken, want het is veel te warm. Voldoende drinken, rustig aan, tempo lager, luchtige kleding, maar ja, dit is puur nylon. Zweetje te pleuren. Helemaal nat. Zijknat. Maurice? Ja? Hoe is het om één vrouw in het team te hebben? Ja, wel... In het begin wel even wennen, maar voor de rest wennen we zelf al aan. Waar moest je aan wennen dan? Ja, het is niet, hetzelfde als een man hebben. Het is gewoon er anders mee omgaan. Lonke, feest hè, tussen al die mannen. Ik ga beter met een man werken dan met een vrouw, hoor. Kijk, ze kan beter met een man werken dan met een vrouw. Altijd feest hier. Altijd feest. Elke dag gebak. Altijd feest. Ja, ik kan beter met mannen werken dan met vrouwen. Komt dat? Ja. Als ik samen met een vrouw zou samenwerken... en die is gewend om normaal gesproken de hele dag minder te werken of zo. Of ze net de avond van tevoren heeft ze net de nagels gelakt. Ja, dat schiet niet op natuurlijk in het groen. Dan zit ze er maar al van als in de grond gaan zitten vroeten dat ze dat de nagellak loslaat. Nou, sorry hoor, maar daar zit ik niet op te wachten. Heb jij geen nagellak? Nee, gelukkig niet, nooit. Ik ben gewoon puur natuur. Elonka woont op een kwartiertje fietsen van de Keet, waar ze sinds een paar jaar samen woont met Jos. Heet je Mina? Nou, de keuken. Er zit koelkast zit er bij in. Van huis. Dat is eigenlijk, moet ik zeggen? Dat is eigenlijk gewoon indrukken, draaien. En je hebt vuur, een wasmachine en een droger. En wie doet de was? Eerst deed het Jos en nou doe ik het voor dan. Heb ik, eigenlijk van een collega, maar dan zijn vrouw. Ja, die heeft eigenlijk gezegd hoe dat het moest. Dus ja, en sindsdien weet ik het. Sindsdien komt Jos ook niet meer aan de was goed. Elonka is een vrouwtje. Moet constant aangestuurd worden. Moet constant gedelegeerd worden. Ze pakt het werk even snel mee op als wij, zeg maar. En ze zucht niet onder nageltjes of zo. Nee. Wat dat betreft is het net een man, zeg maar. We hebben zo'n mooie figuurke. Ja, ze is echt wel... Alleen ik vind ze had iets aan de lange haar. Ik had al lang niet, als ik Jas was, zei ik veel mooier kopje gegeven. De haar veel mooier als ze nou wat nawezen af en toe kunnen zien. Als ik ben geen kapper, maar ik zie dat. Ik vind veel dooi, dan moet zeker zo'n stuk af, zeker. En dan weer aan laten groeien. En dan weer aan laten groeien en dat dan weer geklemd die golf in komt. Ik denk, boy, dat is een heel leuke met. Nou, een goede, maar afhankelijke vrouw. Het is best een goede meid, maar wel afhankelijk. We zijn nu in Queen gedeelte gekomen. Ja, toch? Ja. Een Queen-foto. Queen-foto. In de fotolijst. Op de Queen Fanclubdag gekocht. Zoals die. Ook gekocht op de Queen Fanclubdag. Die ook. Die ook. Toen woonde ik nog aan de Freddie Mercury. Handkleed. Woonde ik ook nog bij mijn ouders. Wat vind je zo goed aan ze? Goeie muziek. Ja. Ik, dat deed ik eigenlijk toen ik nog thuis woonde. Als ik wel eens geen goede muur had, dan zette ik Queen op natuurlijk. En dan was mijn dag weer goed.
Of mijn avond. Dus ja, daardoor is het eigenlijk gekomen. En Kwim ook. Die heb ik... die heb ik van mijn ex-man gehad. En die staat er nog wel nog steeds? Ja, het is omdat dat de Kwim staat, hoor. Anders was hij al lang uit deur uit geweest. Ik wil niks meer met mijn ex-man te maken hebben. Hoe was je eerste huwelijk? Kut met een grote K. Het eerste jaar was goed, alleen de laatste twee jaar was echt minder leuk. Ik kreeg iedere dag in mijn gezicht geslagen. En toen heeft eigenlijk Jos mijn ex-man van mij afgeslagen, moeten slaan. En toen was het eigenlijk voor mijn sloes. Ik had mijn trouwring had ik uitgedaan, ik had de andere ring had ik uitgedaan, ik had mijn ketting had ik afgegooid. Ik zeg hier heb je zooi. Ik zeg, wees er gelukkig mee. Wat is dat voor boek? Ook een Kwimboek. Dat is een collector's item. Dat is het boek dat je moet hebben als Queen fan. Dus. Heb je dit boek helemaal gelezen? Nee, nog niet. Nee. Maar daar ben ik ook waarschijnlijk niet van plan uit, want ik zet het wel gewoon zo neer. Voor sier. Volgens de nieuwe sociale wetgeving moeten mensen zoals Ilonka voor normale bedrijven gaan werken. Onmogelijk. Onmogelijk. Daar moet je met één begeleider erbij blijven staan. En dat kan niet. Ja, vanwege de IQ. Omdat ze daar niet begrijpt en het daardoor het ook niet bij kan houden. Alleen kan ze niks. Nee. Alleen kan ze niks. Ik denk dat ze dan zo thuis zit. Die zit zo thuis. Waarom? Maar gewoon dat ze daar denk ik niet gewoon niet thuis zit. Als er niks tegen mij gezegd wordt, zeg maar, dat ik 's morgens richting mijn werk moet, dan zit ik er om een uur of 12 zit ik dan nog steeds thuis. En dat is natuurlijk niet de bedoeling, maar ja, dat is dus mijn beperking. En ik kan natuurlijk ook niet in een gewoon bedrijf werken. Want dan, dat werktempo is voor mij te snel. En daar kan ik dus niet aan. Door mijn werk, voel ik me heel veel zelfstandig. De dingen die ik eigenlijk eerst niet kon in mijn werk, alleen maar schoffelen, harken en af en toe helpen met de schep of met de bad. Ja, dat heb ik eigenlijk ook van mijn voorman geleerd. Om te gaan met een heggenschaar. Ik ben de randen van de beplanting aan het weghalen die over de stoep heen ging, oftewel het trottoir. Die ligt meer dan 30 centimeter eroverheen, want de tegel is 30 centimeter. En hij ligt al bijna op anderhalve tegel. Dat is bijna 45 centimeter. En dat moet er gewoon af. Belangrijk is recht terug. En deze hand hier naartoe en deze hand naar voren duwen. Deze die gaan op en neer. Gewoon echt op en neer. En dan komt hier dus de tak tussen. Even wachten. En die knip hem gewoon zo af. Dit is de slaapstand. Zoals je dus niet te gebruiken is. Helemaal niet. Het gas, de startknop. Uiteraard de benzinetank. Het aantrekkoord. Ik weet niet wat er aan de hand is. Kijk, er zitten allemaal kale plekken in. En misschien hebben kinderen daar gespeeld of zo. En dat vind ik niet erg. Hondenzeik, dat vind ik veel erger.
Hij doet het niet. Maar is het misschien dat jij het wel kunt? Dan weet ik hem eens. Is hij verzilverd? Denk het. Dan moet je het gas inhouden. Als Willem eindelijk zijn heggenschaar aan de praat heeft, zit de werkdag erop. En kan hij lonka met Jos naar de kermis. Romantisch. Ja, toch wel. Ja. Het voelt gewoon fijn. Het voelt gewoon leuk. Het is gewoon gezellig. Even wachten, schat. Het is eigenlijk een gevoel dat ik eigenlijk eerst, ja, voordat ik Jos leerde kennen, eigenlijk nooit heb gehad. Zo'n gevoel. Van romantisch met z'n tweeën ergens naartoe gaan. De bus staat mee doen op de brug. Ja? Hebben we de recht voor gaan staan? En als klap op de vuurpijl op deze romantische avond is er ook nog groot nieuws. Hij vroeg me ten huwelijk. En wat heb je gezegd? Ik zei ja, natuurlijk. Hoefde je niet na te denken, Ska? Nee, helemaal niet. Waarom? Kijk eens. Ah, leuk! Ja. Vanaf hier en naar de maan en dan weer terug. Zo blij ben ik. Ik zou het liefst van de daken over willen schreeuwen. Hey Lonka, hoe zien jullie toekomst? Tuin gelukkig samen. En ja, toch in een huis. Met een hond erbij. Ja, ik weet wel zeker een, ja, nou zeg ik het maar, ja. Een golden retriever.